idee van het Smart Health Event is eigenlijk ontstaan door de gedachte vanuit Lyme, wat zich bezighoudt met slimme gezondheid in de zorg. Waar het eigenlijk om gaat is dat we hier vanuit Limburgse laten zien wat we rondom slimme gezondheid kunnen doen en wat er al gebeurt vanuit de kennisinstellingen, vanuit de zorgorganisaties, vanuit het bedrijfsleven. Goedemiddag allemaal, welkom. Ik mag jullie vanmiddag mee gaan nemen in het programma. Applaus voor Pieter. Scherp blijven. Ik kan hele leuke dingen doen met patroonherkenning. En daar hebben we allerlei discussies voor nodig. Brian Smart Services Campus richt zich met het ecosysteem op digitalisering en AI. Dat doen we in een aantal toepassingsgebieden, waaronder de gezondheid en de zorg. En wij dachten dat het een goed idee zou zijn om al die initiatieven, of in ieder geval een goede selectie daarvan, dus bij elkaar te pakken en die te presenteren aan het brede publiek. Workshops, demo's, zien, proeven, voelen, eten, Limburgse, maar ook tegelijkertijd horen en geïnspireerd raken door wat er hier allemaal plaatsvindt in die presentaties. Dat al die verschillende innovaties op ons komen. Ik denk zeker dat het voor herhaling vatbaar is. Je ziet dat er bepaalde uitdagingen zijn die zeker niet volgend jaar opgelost zijn. En volgend jaar zullen ook de technologische ontwikkelingen weer verder zijn en zullen we dit weer opnieuw organiseren. En eigenlijk ook een breder publiek erbij te betrekken om ook de professional van de toekomst meer inzicht te bieden over waar we nu staan, waar we naartoe gaan en wat er gaat komen in die periode. Om hen ook daar bewust van te maken.